Ja, vrienden. Ha. Hey, wat denk je hiervan? Ja, dat is hem. Ja, kerstmis in Alicante. Zo doen ze dat hier. Ja, vorig jaar stond het in een of ander pleintje, maar nu hebben ze hem gewoon knalvol op de boulevard gezet. Daar, zie je hem al in de verte? Dat is Jozef. Ja, en daarnaast zit Maria en kinderke Jezus. Dat zit hier allemaal, hup, meters hoog op de boulevard. Nou, ik ga het jullie van dichtbij laten zien hoor. Geniet even mee van kerstmis in Alicante. Nou, we komen dichterbij, hè. Hier, let even op, hè. Dit is nou wat je noemt een kerststal, beste vrienden. Hier, wat dacht je hiervan? Allereerst hebben we hier... Dit is de moeder Maria. Hier, kijk even hier uit deze hoek, hè. Hier, dit is de moeder Maria. Hier, zie je dat? Hier. Is dat even ik weet niet hoe hoog dat is. Ik ben natuurlijk mini 1,70, 1,72. God, hoe hoog is dat allemaal? Kijk, en dan hebben ze hier een beetje stroobalen omheen gezet. Kijk hier. Om het nog een beetje een stal te laten lijken. Ja. En hier, kijk nog één keer hier naar de moeder Maria. Hè? Dan krijg je maar deze hoek. Hier, let op, hè. Daar, huppakee. Nou, is dat even moeder Maria, ja of nee? En dan heb je daar het kinder Jezus. Het kinderke Jezus hier. Zie je hem zitten daar in het midden? Daar zit hij. Hey, in Alicante. Kinderke Jezus. Daar. Hoppatee. En dan hebben we daar. Die is bijna niet te zien. Ik bedoel, ik kan het wel proberen. Die Jozef, die is met een potje hoog. Kijk, ik ga het even proberen. Hè. Hier, daar komt Jozef aan. Hè. Die is hier. Dit is Jozef. Hier, let op, hè. Let op. Komt die Jozef. Jozef, nog steeds Jozef, heb je gezien? Heb je gezien hoe hoog dat is? Ik loop even een stukje weg. Kijken. Misschien kan ik hem daar iets beter in beeld krijgen. Daar. Dat is allemaal. Vandaar, huppen zo naar beneden. En dat is allemaal Jozef. En daar, dat kinderke weer. En de moeder Maria. Hier, hoppatee. Hier, met de palmbomen in de achtergrond. Nou, is dat even fantastisch, jongens. Nou, ik zou zeggen, vanuit Alicante en vanuit de kerststal zeg ik, Feliz Navidad!